Hallo, hallo, lieve mensen van het goede leven. Leuk dat je kijkt naar Sunny zoekt geluk. Ik heb vandaag een meditatievideo voor je. Meditatie is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, dat vertel ik ook vaak. En vandaar dat ik deze video maak. Een tijdje terug had ik het over dat ik hooggevoelig ben, zoals heel veel mensen van ons. Wil je daar meer over weten, kijk dan vooral die video. En toen had ik het erover, wat kan me nou helpen om beter alle prikkels van de dag en alle emoties van mezelf en van anderen aan te kunnen. Nou, dat is door me beter te gronden. En vandaag wil ik daarom een grondingsmeditatie met jullie doen, zoals ik dat zelf thuis doe, zoals ik dat heb geleerd van mijn teachers. En wat ik belangrijk, het is trouwens niet alleen voor als je hooggevoelig bent, maar het is voor iedereen fijn om dit te doen. Wat ik wel altijd belangrijk vind om te zeggen is dat heel veel mensen die niet zo gewend zijn om te mediteren, die denken dat het gaat om dat je gedurende de meditatie geen enkele gedachte mag hebben. Nou ja, dat is onmogelijk. Dat kan helemaal niet, want we zijn mensen. Maar wat de meditatie doet, is het helpt je, het traint je om jouw gedachten te gaan zien. Zodat op het moment dat jij het moeilijk hebt, omdat je wordt meegenomen door je emoties of door je gedachtes, dat jij vaker door je leven heen vaker bewust kan zijn en dat je die gedachten ziet en dat je denkt, hey, ik neem een stapje terug, ik ga er niet in mee. Dus dat is wat meditatie doet. Vaak is meditatie gericht op ademhaling, zodat je je primitieve brein iets te doen geeft. Want als je je focust op je ademhaling, hoef je je niet te focussen op allerlei gedachtes. Maar je kunt je ook focussen op muziek, dat vind ik zelf ook altijd heel erg fijn. Of op een geluid, bijvoorbeeld door zelf een geluid te maken, bijvoorbeeld deze. Je geeft je oren simpelweg wat te doen door je adem hoorbaar te maken. Alleen al zo'n simpel geluidje kan je helpen om beter in je focus te komen. Oké, nou laten we beginnen. Ik doe vandaag niet mijn meditatie zittend in de kleermaker zit, maar gewoon op een bankje. Dat vind ik zelf wat fijner om te gronden, omdat ik dan mijn voeten lekker stevig op de grond heb. Ik ga ook expres niet op mijn bed zitten, want dat veert te veel en dat voelt niet stevig. Dus ja, het is gewoon fijn om lekker op een stoel te zitten. En ik heb nu even geen leuning, maar je kan natuurlijk wel een leuning hebben. Zorg er alleen voor dat je gewoon goed stevig op je billen zit en dat je niet helemaal zo onderuit gezakt zit. Je handen kan je gewoon op je knieën laten of zo, net wat je fijn vindt. Oké. Houd je ogen nog even open. En probeer even te registreren bij jezelf, waar ben je nu? Ben je aanwezig in dit moment? Ben je misschien bij de boodschappen of ben je bij je werk? En voor hoeveel procent ben je hier aanwezig? Zou je kunnen zeggen dat je hier helemaal bent? Je hoeft er niks aan te veranderen, alleen het is wel fijn om voor jezelf te weten waar je bent met je aandacht. Als je dan meer aanwezig wordt, is dat leuk, maar het hoeft niet. Probeer nu je voeten te voelen op de grond. En je billen op de stoel. Sluit nu langzaam je ogen. Hoe staat jouw weerbericht vandaag erbij? Wat gebeurt er binnen in jouzelf? Probeer dat eerst eens eventjes op te merken. Hoe hangt de boel erbij? Ben je ergens gespannen? Heb je emoties? Dat soort dingen. Wat aan jou plakt op dit moment, alles waar je mee zit. Gooi dat er even lekker uit. Je kunt daarbij je schouders omhoog trekken. En die laat je dan zakken op een uitademing. Yeah.
maak jezelf zwaar. Begin het nu met te kijken waar je ademhaling zit. Zit die in je keel? Zit die in je borst? Zit die in je buik? Zit die in je voeten? Waar zit je ademhaling? En wat is het ritme van je adem? Gaat dat heel snel of langzaam? Stel nou dat er nu een gedachte in je opkomt. Een gedachte niet over wat je aan het doen bent, maar een gedachte over wat je straks gaat doen of wat je gisteren hebt gedaan of net. Laat die gedachte er dan gewoon zijn. Je hoeft hem niet weg te duwen. Kijk ernaar. En als je hem hebt gezien, dan laat je hem weer voorbij dwarrelen. Alsof je hem naar links of rechts swipet. Ook zou kunnen doen nu is wachten op een gedachte. Dus er kan elk moment een gedachte aankomen en jij zit er klaar voor. Laat hem maar zien. Maar je gaat er niet heel uitgebreid naar kijken. Je laat hem ook weer gewoon gaan. Als je last hebt van stress, dan kan je dat altijd heel goed uitademen. Dan laat je het vanzelf veel meer los. Daar komt weer een gedachte. Ben je nu aanwezig in dit moment? Ben je er helemaal? Kun je je hele lichaam voelen, van je voeten tot je oren tegelijk? Of ben je nog ergens anders met je gedachten? Merk dat eens op bij jezelf. Ga nu eens met je aandacht naar je hart. Je hart is een fysiek ding in jouw lichaam, maar je hart is ook iets van energie. Want alles is energie. Alles om je heen en jijzelf bent ook energie. En jouw gedachtes en je gevoelens zijn ook energie. Voel je hart. Adem in je hart en adem uit in je hart. Ook al weet je niet wat dat betekent, probeer het gewoon. Ga nu eens met je aandacht naar je voeten. Zie voor je dat er allemaal wortels in je voeten zitten die naar beneden gaan, de aarde in. Of zuignapjes. Ze kunnen heel wijd de aarde ingaan of heel diep. En adem nu eens in via die wortels of zuignappen of hoe je dat ook voor je wil zien.
maar adem daarin. Adem in je voeten. En adem uit in je voeten. Zie voor je hoe je bij elke inademing energie vanuit de aarde krijgt. Dus dat je echt inademt vanuit het kern van de aarde. Daar zit een enorme bom aan energie. En die kan je zo inademen via je voeten. En dat kan zo via je voeten omhoog gaan naar je lichaam. En zoals je kan inademen, kun je natuurlijk ook uitademen. Dus als je last hebt of van negatieve energie af wil of stress of emoties, dan kun je die ook via je voeten de aarde in laten gaan. Je haalt adem en je laat ze op een uitademing door je lichaam heen stromen, door je benen, naar je voeten en dan laat je zo los. Negatieve energie laat je los. Of wat het dan ook is wat je los wil laten. En verse energie haal je op. Vanuit je voeten, vanuit de aarde. Dat kan gewoon, want alles is energie. Die je dan inademt, die kan je ook weer naar je hart toe ademen en uitademen in je hart. Dus je ademt als het ware in je voeten, door je wortels heen en uit via je hart naar buiten toe. Dat gaan we een paar keer doen. In via je wortels, onder je voeten. En uit via je hart, alsof je het door je poriën naar buiten laat stromen. Open je mond als je uitademt. Door je hart. Verse energie vanuit de grond. Hoe is het nu met je gedachten? Waar zijn die? Zijn die er? Je hoeft ze niet te zoeken, maar merk gewoon op of ze er zijn of niet. Dat is al genoeg. En dan gaan we weer terug met je focus naar je voeten. En laten we nu
ook eens proberen of we hetzelfde kunnen doen, maar dan vanuit onze billen. Dus alsof we met onze billen inademen vanuit de grond. Dat er een koord vanuit onze stuitbeen naar beneden gaat. Waaruit je dingen kan laten zakken in de aarde en waaruit je nieuwe energie kan omhoog ademen. Gewoon precies hetzelfde. Adem in. En adem uit via je hart. Doe dat op je eigen tempo. Kijk eens of er een verschil is met hoe je je nu voelt en hoe je je voelde toen je begon aan deze meditatie. Is er een verschil? Het is niet goed of fout, maar kijk eens of er een verschil is. En voor hoeveel procent zou je zeggen dat je nu aanwezig bent? Is dat veranderd misschien? Laat nu even al je focus los. Zit hier gewoon. Adem gewoon. We zijn nu bijna klaar met deze meditatie. Maar voordat we hem gaan afsluiten, gaan we eerst onszelf eventjes heel goed afsluiten. Dus visualiseer dat er een groot ei om je heen zit. Een rand om jou heen. En alles wat er binnen in die rand is, binnen in jouw ei, dat is van jou. En daar kan niemand anders bij komen. Je kunt hier een kleur aan geven, bijvoorbeeld goud. En trek dat om je heen, van onder je voeten tot boven aan je hoofd. En dat is een laagje waarmee jij jezelf beschermt voor deze dag. Weet dat hoe je je nu voelt, dat je hier altijd naar terug kan keren. Zolang je maar even de tijd neemt om even te gaan zitten. Oké, focus je nu langzaam weer op de ruimte waar je bent. Waar zit je nu? Hoe voelen je billen en je voeten op de grond? Wat kun je horen om je heen? En wanneer je er klaar voor bent, open dan langzaam je ogen. Oké, dat was hem. Ik hoop dat het iets voor je heeft gedaan. Wees niet te streng voor jezelf. Het lukt allemaal niet meteen. Het vergt ook oefening. Ik wil je bedanken dat je hebt meegedaan, dat je jezelf dit hebt gegeven. En ik wens je nog een hele fijne dag.